De eerste twee wedstrijden onder jouw leiding zijn achter de rug. Een overwinning, een gelijkspel. Wat vond je ervan vandaag? Nou, laat met die eerste wedstrijd beginnen. Vond ik bij Vlaag heel frivol. Heel veel variatie, heel veel beweging. Ook heel veel kansen. Dus het zag er eigenlijk prima uit. En natuurlijk zaten er ook wisselende niveaus in de wedstrijd. Dat begon al in de eerste minuut. Dat we even moesten inlezen hoe de tegenstander stond. Toen letten we even niet op. Lieten we een kans toe. Zo hebben we nog een aantal kansen toegelaten. Maar dat is denk ik ook typerend voor oefenvoetbal. Deze wisselende niveaus komt vaak ook voort uit misschien wel wat vermoeidheid na een zware trainingsweek. Het mag niet. Die eisen moeten we daar ook op leggen. Zullen we het ook zeker over gaan hebben. Want dan zie je, als je niet goed in de organisatie gaat staan, ja, dan laat je kansen toe. En dat is alles wat we niet willen. Maar all over moet ik zeggen, de goals die we maken, die waren uitstekend. En die waren vaak ook op een uitstekende manier uitgespeeld. Is dat ook hetgeen waar je dan de afgelopen week dat je dingen hebt getraind die je terugziet vandaag? Ja, heel duidelijk. Vanuit de opbouw in de veldbezetting komen, tussen de linies komen, diepte tussen het spel, heel veel variatie. Dat hebben we duidelijk terug kunnen zien in beide wedstrijden eigenlijk wel, maar met name in de eerste wedstrijd. Wat vond je van de scheidsrechtersproblemen vooraf? Laat je je daardoor afleiden of zeg je nou jongens, we gaan nog even gewoon, we blijven warm en we zetten het van ons af? Dan moet je mee dealen. En dan moet je onverstoorbaar onder blijven. Achteraf vraagt nooit iemand, als het resultaat niet zou bevallen, kun je niet het excuus in de scheidsrechter zoeken. Je moet de prestatie op het veld leggen, je moet je daarvoor afsluiten. Je moet je focussen en concentreren. En nou, bijvoorbeeld zag je heel mooi terug in de goal van Ziyech, hoe die zich daar focust. De bal ver bij de tweede paal. Uitstekend geconcentreerd en heel bewust gemaakt. En zo wil je het zien. En dat is dus de juiste focus en de juiste aandacht ook. Het was jouw eerste wedstrijd. Het was ook de eerste wedstrijd van Nico Tagliafico. Wat vond je van hem? Ja, nogmaals. Hij bevestigt wat we de hele week al hebben gezien. En wat we dus ook in onze scouting hebben gezien. Hij past prima bij Ajax. Prima in het Ajax-spel. In het variabel doorvoetballen. Het is een vechten, het is een strijden. Hele goede positiekeuzes. Zet de boel ook neer, jaagt de boel aan, gaat voorop in de strijd, prima. Blij mee dus? Ik denk dat daar heel veel perspectief in zit. Hier kunnen we op voortborduren en opbouwen. Zijn niveau verder omhoog krikken, net zoals het hele team. Je had het al kort over de tweede wedstrijd. Minder doelpunten in ieder geval, wat vond je ervan? Nou, in het begin was het stroperig. Tegen een hele ambitieuze tegenstander. Kun je ook verwachten. Ik ken die competitie goed. Is vaak goed georganiseerd. Vanuit de omschakeling spelend. Fysiek. Nou, dat speelde ze ook. In de eerste helft hadden we moeite om er doorheen te spelen. In de rust hebben we wat kunnen corrigeren. Door wat beter in de veldbezetting te staan. Kregen we niet iedere keer voor elkaar. Maar in die keren dat we dat wel voor elkaar kregen. Konden we toch goed doorspelen. En bijvoorbeeld met de kans van Siem de Jong. Die was uitstekend uitgespeeld. En zo hadden we nog een aantal mogelijkheden, kansen. Als we dat voor elkaar kregen. En dat was prima. En uiteindelijk ook de verdiende gelijkmaker. Je haalt na vrij kort in de eerste helft al Weuber naar de kant. Hoe serieus is het? Nou, een van de doelstellingen is dat je fit, en dat wil zeggen blessurevrij, wil terugkeren. Fitness is nog wat anders, maar in ieder geval blessurevrij. En ik wil geen enkel risico nemen. En ik zag dat hij uitgleed en voorzorgsmaatregel gewisseld. We richten ons op Feyenoord. En dan willen we zoveel mogelijk jongens fit aan boord hebben. En vandaar dus. Dus dat kan ook met Weuber gewoon nog? Daar ga ik 100% van uit. Dat het mogelijk is. Maar je loopt gewoon het risico. Hij is geblesseerd uitgevallen in december. Heeft een tijdje gerevalideerd. Is aan het terugkomen. Heeft de hele week getraind. Dus hij kan op een succesvolle week terugkijken. Maar dan moet je niet het risico gaan lopen. Is zo'n glijpartijtje. Mocht er een klein probleempje is. Dat er dan een groot probleem daaruit kan ontstaan. Tot slot. Je had wat jonkies mee. Onder 19 spelers. Jonge Ajax spelers. Uiteindelijk scoort er eentje op aangeven van de ander. Hoe hebben ze het gedaan deze week? Algemeen moet ik zeggen heel erg goed. Maar dat weten we ook van Ajax. Ajax heeft een uitstekende jeugdopleiding. Waar iedere keer weer spelers doorstromen. Nou, dat is zeker zo'n wintertrainingskamp is daar ook voor bedoeld. Om jongens mee te nemen. Om ze te leren kennen. Zodat zij zich kunnen presenteren. Dat heb ik ze ook verteld. Laat je zien. Laat je gelden. En zeker bijvoorbeeld in die goal komt dat heel goed uit uiting.